We gaan in deze webles kijken niet naar een stukje theorie, maar naar een vaardigheid. Een vaardigheid die eigenlijk elke HAVO en VWO-leerling in de bovenbouw zou moeten beheersen. En dat is die van de coördinatentransformatie. En om dat goed te kunnen uitleggen, wil ik eerst beginnen met een simpel voorbeeld. Ik heb metingen gedaan, experimenten gedaan. Ik heb een bepaalde grootheid ei gemeten. En ik heb gekeken wat gebeurt er met die grootheid ei als ik een andere grootheid x ga variëren. Ei is afhankelijk van x, want als ik x varieer, dan gaat ei ook variëren. En ik kan het dan in de grafiek uitzetten. En wat dan vaak van je gevraagd wordt, is dat je kunt achterhalen welk verband er bestaat tussen x en y. Nou, in dit voorbeeld heb ik de meetpunten in de grafiek gezet. En je ziet eigenlijk al op één oogopslag dat alle punten liggen op een rechte lijn. Of zo goed mogelijk liggen op een rechte lijn. Nou, zijn dit verzonnen meetwaarden. In de praktijk zullen ze nooit precies op een rechte lijn liggen. Maar vaak kun je al wel een goed idee maken dat ze op een rechte lijn liggen. Als je dat hebt, dan heb je een lineair verband tussen x en y. En als die lijn ook nog eens door de oorsprong gaat, in dit geval is dat niet, maar als die ook door de oorsprong gaat, dan hebben we te maken met een recht evenredig verband. Welke wiskundige formule hoort er nou bij? Nou, die zal iedereen bekend zijn. Dat is de vergelijking y is ax plus b, a maal x plus b. En die a en die b zijn twee waarden die aangeven hoe die lijn nu precies loopt. Nou, even herhalen. B is niets anders dan het snijpunt met de y-as van de lijn. Nou, het snijpunt ligt hier op punt 2,0. Dus b is 2,0. En a is de richtingscoëfficiënt van deze lijn. Let erop dat je bij experimenten altijd de richtingscoëfficiënt van de lijn pakt en nooit met een meetpunt aan de gang gaat. Het hele idee is dat je een lijn tekent, zodat je eigenlijk het gemiddelde kunt nemen van al jouw meetpunten. Nou, ik heb hier die lijn getekend. We pakken twee punten, lekker ver van elkaar altijd. En nou, waarom zouden we niet het punt 0, 2,0 pakken? Als x is 0, is y 2,0. En als x de waarde van 5 heeft, heeft y de waarde van 6. Nu kunnen we de richtingscoëfficiënt gaan bepalen van deze lijn. Het hellingsgetal ook wel genoemd. En dat is niks anders dan de verandering in de y-waarde. En y gaat van 2 naar 6, delen door de verandering in de x-waarde. En die gaat van 0 naar 5. Dus je krijgt dan 4 delen door 5 is 0,8. En je kunt dus heel eenvoudig in deze grafiek beide waarden, zowel a als b, kun je eigenlijk gewoon aflezen of door een hele simpele rekensom bepalen. A is 0,8 en b is 2,0. We hebben hier te maken met een lineair verband tussen beide grootheden. Recht evenredig soms zelfs. En hierbij heb je dus geen coördinatentransformatie nodig. Laten we eens gaan kijken naar een voorbeeld waar we dat wel nodig hebben. Dit is een andere meting die ik heb gedaan, weer met een grootheid x en een grootheid y. En als ik x verander, dan gaat y ook veranderen. Ik kan het plotten, en kan er een grafiek van maken. En je ziet dat de meetpunten duidelijk niet op een rechte lijn liggen. Nu komt de vraag weer. Ga achterhalen welk verband er bestaat tussen x en y. En nu heb je een probleem, want je kunt uit deze grafiek eigenlijk niet precies zien welk verband we hier mee te maken hebben. Als je het zo ziet, dan zou je zeggen: ik zie een kwadratische functie, ik zie een parabool. Het zou kwadratisch evenredig kunnen zijn. Het grote probleem hierbij is het volgende. Van een rechte lijn, daarvan kun je wel zien of de punten erop liggen. Maar hoe nou die kromme van een kwadratische vergelijking nu precies loopt, ja, dat is eigenlijk niet te achterhalen. Dat is niet te doen voor een mens. Dat kun je met een computer kun je dat natuurlijk wel doen. Maar als je gewoon zelf uit deze grafiek moet achterhalen of dit een kwadratisch verband is, dan is dat zo niet te doen. Wat we gaan doen is gebruik maken van een coördinatentransformatie. We gaan dadelijk proberen door middel van een trucje van deze grafiek een grafiek te krijgen die wel een rechte lijn geeft. Nou, om dat trucje te doen, eerst eventjes wat inleidende vergelijkingen. Een kwadratisch verband
heeft als vergelijking I is A mal x in het kwadraat. Die plus b doe ik hier even helemaal niks mee om het niet te ingewikkeld te maken in dit voorbeeld. Dus we gaan kijken naar een recht evenredig verband. Als x 2 keer zo groot wordt, dan wordt i 2 keer 2 keer zo groot. Als x 5 keer zo groot wordt, wordt i 5 keer 5 keer zo groot. Dat is een recht evenredig verband. Goed, zoals we al zien, dat geeft een kromme lijn. We willen geen kromme lijn, we willen een grafiek met een rechte lijn. Hoe gaan we dat doen? Door een heel eenvoudig, eigenlijk heel simpel trucje. We gaan een nieuwe grootheid definiëren. Een nieuwe letter gaan we pakken. Ik noem hem maar gewoon even x-accent. En ik ga zeggen, x-accent, dat wordt x in het kwadraat. Dus ik ga mijn meting, bijvoorbeeld mijn meting, mijn eerste meting is x0. Dan ga ik een nieuwe grootheid berekenen en dan wordt 0 in het kwadraat. Dat blijft dan toevallig 0 en dat noem ik dan x-accent. Wat is het grote voordeel hiervan? Als ik nou hierboven naar deze formule kijk, i is a maal x in het kwadraat. Als ik nu in plaats van x-accent ga gebruiken in die formule, dan wordt het i is a maal x-accent. En dat is een vergelijking die we net ook zagen. Dit is een vergelijking van een rechte lijn. Dit is zelfs een vergelijking van een recht evenredig verband. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik sleep hem even naar beneden. Ik zet hem ook even wat lager, zodat hij nog in beeld blijft. Ik ga een nieuwe grafiek maken. Dit zijn mijn x-waarden, hetzelfde als die ik net had. Dit zijn mijn y-waarden, ook precies hetzelfde als die ik net had. Ik ga een derde kolommetje maken. Dat kolommetje noem ik x-accent. En in het derde kolommetje ga ik zetten het kwadraat van de waarde in het kolommetje van x. Dus 0 in het kwadraat is 0, 1 in het kwadraat is 1, 2 in het kwadraat is 4 en dan krijg ik 9, 16 en 25. Ja, waarom wil ik dat? Ik ga nou een nieuw grafiek maken en daarin zet ik niet x tegen y uit, maar ik zet x-accent op de x-as, x-accent tegen y uit. En als ik dat doe, dan zie ik in dit geval dat die punten op een rechte lijn liggen. Wat heb ik hier nou mee bewezen? Omdat de punten van x-accent tegen y uitgezet op een rechte lijn liggen en omdat ik heb gezegd dat x-accent gelijk is aan x kwadraat, heb ik hiermee aangetoond dat er een kwadratisch verband is tussen x en y. Dus omdat er een lineair verband is tussen x-accent en y, heb ik ook een kwadratisch verband tussen x en y. En nu kan ik zelfs ook nog gaan kijken naar wat is nou de waarde van die a. Net als in het vorige voorbeeld, waarbij ik ook de a en de b heb bepaald, ga ik hier a bepalen. En dat heeft ook betekenis, want die a die zegt vaak iets. Als je hier natuurkundige meting hebt gedaan en ik heb hier twee natuurkundige grootheden, dan is heel vaak die a die zegt dan iets over jouw meting of die zegt iets over de situatie. Om a te bepalen moet ik van deze lijn de Ritz-coëfficiënt hellingsgetal bepalen. Hij stijgt 12,5 op de y-as als hij op de x-as 25 gaat. Dus 12,5 delen door 25, oftewel a is een half. Dus door middel van een coördinatentransformatie heb ik ten eerste aangetoond dat er een kwadratisch verband is tussen de grootheden x en y. En ik heb ook nog eens kunnen achterhalen wat dan de waarde is van die a. Dus het verband tussen x en y in mijn meting hierboven, deze, is als volgt: dat x kwadraat maal een half de y-waarde geeft. Y is een half keer x kwadraat. Komt dit ook in andere situaties voor? Ja. Ik ga met jullie nog een situatie bekijken. Dat is deze meting. Ik heb hier ook weer een grootheid x en een grootheid y. Ik heb de meting uitgevoerd. Y verandert als ik x verander. En ik heb er een grafiek van gemaakt. En ik zie nu het verband zoals ik dat hier heb geschetst. En dan moet je ook weer gaan kijken. En dan moet je gaan kijken wat zou hier mogelijk het verband zijn tussen x en y. Ze liggen niet op een rechte lijn. Het is zeker geen parabool, want die zou steeds steiler moeten lopen als x toeneemt. Dan zijn er natuurlijk een aantal opties.
In de praktijk komen er eigenlijk maar een paar opties regelmatig voorbij. Een optie zou kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een wortel. Dat het verband is y is a maal de wortel van x. Als je dat nu denkt, dan ga je dat dus ook achterhalen, ga je dat aantonen. Hoe ga je dat doen? Door van deze functie weer een functie te maken van een rechte lijn. En hiervoor kom ik weer met een nieuwe grootheid x-accent. Wat is nu x-accent in dit voorbeeld? Ja, als je links en rechts met elkaar combineert, dan zul je zien dat ik al om x-accent uit te rekenen, ik telkens de wortel van x moet nemen. Hier hetzelfde verhaaltje weer. Ik maak een derde kolom. Deze x en deze y had ik al. De derde kolom, daarin komt te staan x-accent. Ik pak telkens de wortel van dit getal. De wortel van 0 is 0. De wortel van 1 is 1. De wortel van 2 is 1,4, et cetera. Die zet ik uit op de x-as. Y verander ik niks aan. Die zet ik uit op de y-as. En ik zie dat er een rechte lijn doorheen te trekken valt. Heb ik weer aangetoond dus dat we hier te maken hebben met een wortelverband tussen x en y. Omdat x-accent y een rechte lijn geeft. En omdat ik heb gezegd dat x-accent gelijk is aan de wortel van x, heb ik hier dus een wortelverband aangetoond. Ook hier kan ik weer die waarde a herleiden. Die waarde a in de formule y is a maal wortel x is dezelfde waarde a als in de formule y is a maal x-accent. En a is ook hier weer de richtingscoëfficiënt. Nou, y neemt toe met 4,5 als x met 2,25 toeneemt. Het is een beetje moeilijk te lezen, maar je krijgt dan 4,5 delen door 2,25. Een waarde van 2. En ook in deze situatie geldt dat dat vaak een betekenis heeft wanneer je een proef uitvoert of wanneer je een bepaalde natuurkundige situatie bekijkt. Welke situaties kun je nu tegenkomen in de praktijk? Nou, vier daarvan zijn denk ik wel het belangrijkste. Vier verbanden moet je nog wel eens kunnen gaan onderzoeken. Dat is ten eerste het wortelverband. Y is a maal de wortel van x. Nou, die hebben we net bekeken. Ten tweede het kwadratisch verband. Die hebben we ook bekeken. Wat ook nog zou kunnen, we hebben het niet bekeken, maar met de kennis van nu kun je dat ook, zou het ook zelf moeten kunnen, is een omgekeerd evenredig verband. Y is een bepaalde waarde a delen door x. Dan moet je de coördinatentransformatie toepassen, dat je nieuwe waarde x-accent gelijk is aan 1 geheel door x. En dan weer een nieuwe grafiek tekenen. En als er sprake is van omgekeerd evenredig verband, dan krijg je weer een rechte lijn. Hetzelfde met omgekeerd kwadratisch evenredig. Dan krijg je de nieuwe grootheid die gelijk is aan 1 gedeeld door x in het kwadraat.